Jawel, dames en heren, het is zover. We zijn op dat punt gekomen in de game-tech-industrie dat iedereen een racestoel wil hebben. Of een gaming chair, of hoe je het ook wil noemen. DX Racer doet het al langer, AK Racing, hel, we hebben zelfs een stoel van Speedlink op Gamersnet behandeld. Maar goed, aangenaam, ik ben Tom en achter mij staat de Corsair T1 racestoel. Jawel, Corsair heeft nu ook zijn eigen racestoel. En naast dat we die natuurlijk heel graag reviewen in Gamersnet Gear en er allemaal foto's van maken en een geschreven stukje over schrijven, vinden we het ook wel leuk om die te delen met jullie in het hele bouwproces van het geheel. En wat is daar nou het beste format voor? Nou, ik hoorde dat het internet best wel wild is van timelapses, dus waarom gaan we dat maar niet doen? We gaan gewoon, jij en ik, samen met z'n tweetjes, terwijl ik al het werk doe en jij toekijkt, kijken hoe dat ding in elkaar gaat komen. Dus de T1 race stoel van Corsair, we gaan het zien. Dit is de timelapse, veel plezier ermee. Gooi de speed maar op 600%, want dit kan lang gaan duren. Maar goed, ik doe het werk, dus sit back and relax, I guess. Nee, ik heb je hulp niet nodig, is goed. Nee, blijf maar, het is goed dat je zit, is goed, prima. Fine, ik doe het wel. Ja, en daar heb je het dan, de Corsair T1 racestoel. Hij staat, hij zit in elkaar en het is me echt alleszins meegevallen. Ik heb al meerdere stoelen in elkaar gezet, een stuk of 3-4. En ik moet zeggen, deze was oprecht best wel makkelijk over het algemeen. Het enige waar ik een beetje mee liep te klooien waren de paneeltjes die over de scharnieren heen moeten. Die moet je dan zeg maar heel hard tegen het leer aandrukken of het nepleer. En dat lukte maar net niet en ik heb er eentje misschien een beetje kapot gemaakt. Maar goed, er zat een reserve exemplaartje bij. Waarschijnlijk om die reden. Maar goed, hij zit in elkaar en hij zit al best wel lekker. Wil je nou weten hoe die straks eruit komt in de review, of hij zijn prijs waard is en of het een mooie, goede stoel is misschien wel voor jou? Dat zie je natuurlijk uiteraard in Gamersnet Gear en er komt ook een geschreven review van de Corsair T1 racestoel aan. Dus hou Gamersnet in de gaten. Dat was het voor deze video. Ik hoop dat je het leuk hebt gevonden. Tot snel op gamersnet.nl. Ik was Tom, de ballen. Ik ga lekker mijn stoeltje tweaken. Oh, dat is echt vet relaxed.